Bladzijde begint wel. Eerlijk gezegd, ik had uw hoofdstuk afgesloten. Definitief. Ja. En dat heeft mij veel moeite gekost. Ja. Ik kan u dat ook niet verwijten, hè? Nee. Nee, maar nu staat je ineens voor de deur en je zegt dat je definitief voor mij gekozen hebt. Dat zal mij evenveel moeite kosten om daaraan te winnen. We hebben alle tijd, hè, Anne. Alle tijd. Tenminste, ik ga u alle tijd geven, hoor. Ik zal die nodig hebben ook. Mag ik vanavond bij u blijven slapen? En dan noemde jij tijd geven? Ja, ik weet het. Het is een heel slechte timing. Ja, en of... Waarom? Waarom? Ik zou te ver ineens willen, zeker. Ja. Ja, jij wilt gewoon alles in één keer. Zullen we het trouw ineens ook maar regelen? Wel, als het van mij afhangt, waarom niet? Hè? Ja, Anne, ik heb maanden rondgedood, weet je, en ik heb alleen maar naar u verlangd. Ik verlang naar u, Anne. Ik wil graag dicht bij u zijn. Weet je? Laat mij alstublieft dicht bij u zijn, Anne. Jij? Wat een jij, hè? Waarom kan ik nu nooit eens kwaad op u blijven? Ah, weet je hoe dat komt? Omdat jij diep in u, hè, heel goed weet wat ik voor u voel. En toch vraag ik mij af waarom je ineens voor mij gekozen hebt. Ineens, dat is niet ineens, hè. Veronique en ik, dat is... Veronique, die houdt nog altijd heel veel van mij, maar... Ziet je, bij mij is dat medelijden. Dat is medelijden en ik heb dat te lang verward met liefde. En ik had die een tijd nodig om dat in te zien, ja. Ik hou van u, Anne. Hey. Moe. Hey. Hoorde jij mij zoeken? Moe. Hey, Florke. Moeke. Oh, allee, ga die schrappen dat was aan het halen. Ja. Moe. Moe, wat is er? Moe? Allee, knep eens in mijn hand. En, doe ze iets? Nee, niks. Maar ze heeft dat kleur toch nog, dus zo erg zal het toch ook wel niet zijn? Och, ze kan er niet meer tegen, hè. Tegen zoveel eten bedoelde? En de rest. Als ik een stuk in mijn voeten heb, dan zou ik ze door van mijn kop. Maar zelf, elk circus heeft vernauw. Oh, dat kan toch niet? Daar kun je nu toch niet van je zus van gaan? Als ze recht te veel op heeft, wel, hè. Wat heeft ze dan zoveel gezopen deze avond? Is misschien omdat ze zo oud is. Dat is... Oud? Ja. Oud? Florke is al een heel sterke vrouw voor haar leeftijd. Hé, hey, schatje. Hey. Hier. Moe. Allee, jostig, als ze niet rap wakker wordt, dan moeten we de dokter bellen. Hè. Ja. Moeke. Moe. Hé, hey, Florke. Oh, weet je, ik had dus echt wel schrik, hè, toen dat ik vertrok naar hier. Vanuit Lyon. Ik heb in de auto misschien wel 100 verschillende gesprekken gerepeteerd. Wat ik zou zeggen, wat jij zou zeggen, of wat ik hoopte dat jij zou zeggen. Oh, hoe germe. Maar hé, zeg. Mijn hoofd dat draaide nogal toen ik hier aankwam. Zo. Maar je hebt heel goed gerepeteerd, vind ik. Ja. Je had precies op alles een antwoord. Oh. Houd jij nog een beetje van mij aan? Ja. Dat is dus pas een slechte timing. Hij is doorgeschakt naar de gsm. De trein neemt wel op.
En toch heb ik een lange tijd niet zo lekker gegeten, denk ik. Pardon? Buitenshuis, hè. Buitenshuis. Ik vond toch dat jij maar raar deed vanavond. Raar? Ik? Ja, in een moment waar je een en al plezier, enfin, dan kon de stemming niet op. In het volgende moment zit je daar helemaal alleen op je eilandje. Oh, gewoon een klein beetje moe, hè. Vandaar misschien. Er zijn toch geen problemen, hè? Problemen? Hm? Met mij helemaal niet. Hm. Nee, hoe kom je daar nu bij? Gewoon een klein beetje moe. Gaan we slapen. Oh, jongens. Ik voel dat een paar avonden laat geweest is, sorry. Zullen wij ook maar eens opstappen, Caroline? Ja, en dat morgen weer een vroeg dag is, hè? Feestdag voor u, Caroline. Met Werner. Als het doorgaat. Ja, ze voorspellen sneeuw. Zo wat? We hebben toch gewoon met sneeuwkettingen. We gaan nog al bezins hebben, denk ik. Ja. Zeg, ik heb toch liever droog weer. Enfin, goedenavond allemaal. En Werner, bedankt voor het lekker eten. Het was excellent. Ik heb alleen maar mijn best gedaan. Hè. En hoe, daar kunnen er niet veel aan rieken. Huh? Juist wel, hoop ik. Allee, dag hè. Tot morgen, hè. Bye-bye. Ben ik blij dat die weg zijn. Serieus? Dat viel echt niet op. Doe me toch, hè. Ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed bij zijn Frank. Dat is juist na moet gebeuren. En dan nog bij mij. Dat is uw schuld niet, Fernand. Als dat moet gebeuren, dan gebeurt het. En als dat hier is, ja, dan is dat hier, hè. Is dat flauwvallen al eerder gebeurd? Niet dat ik weet. Jawel, bij ons thuis is dat ook al eens een keer gebeurd, maar niet zo lang. En er zijn geen problemen met bloeddruk of suiker of zo? Nee, daar heeft ze in ieder geval nooit iets van gezegd. Hè? Ze ligt nu al een kwartier buiten bewustzijn. Zoiets, ja. Ze stond naast me en ineens zakte ze ineen. Ik kon er mijn moeite opvangen. Ja. Nou, polslag is in orde. Ik ben er toch niet gerust in. Een kwartier, dat duurt veel te lang. Bon. Kan er iemand een ambulance bellen? Zeg, waarom doe jij nu zo kattig? Een goeie die het zegt. Maar nu, jij doet kattig. Ja, die twee die bleven hier maar hangen en ik wou gewoon gaan slapen. Ja. Dat zouden we best allemaal doen, gaan slapen. Het is goed geweest. Nee, Veronique, kun je mij eens even... Maar nee! Ik wil gewoon weten wat er scheelt, Bianca. Jij bent toch echt ongelooflijk, hè? Naar wat je mij daar juist gezegd hebt. Wat daar juist? Ja, over de moto. En de schrik die ik zou hebben voor de man die erop zit. Dat is toch maar een grapje, zeker? Wat lachen dat ik heb? Het was niet de bedoeling om je te kwetsen. Je hebt mij niet gekwetst. Want het is waar. Mannen jagen mij schrik aan. En jij weet even goed als ik hoe dat komt. Maar dat je het nodig vindt om mij dan nog eens onder mijn neus te schuiven, dan neem ik je kwalijk. En daarom ben ik kattig. Is nu goed? Sorry, hè. Het was niet de bedoeling. Uw uitleg heb ik niet nodig, Veronique. Dat hoort. Mannen zien dat ze niet aftottert, hè? Nee, meneer. We hebben al miserie genoeg, hè? Ja, dat wel. We mogen tot ze biedt, hè? Zal ik je dat seksgepakt niet zien, Lucia? Wat hier of zeker niet, vrouw. Zie. We gaan maar mee met een ambulance, Roger. Wij komen wel achterna met een auto, Simone en ik. Ja, ja. Bedankt, meneer de dokter. Meneer dokter, het is raar toch niet? Dat moet onderzocht worden, maar dan moet ik hem. Voorlopig is er geen direct gevaar. En het ziekenhuis is in goede handen. Ja, maar alleen als ze nu al zo lang van haar zus ligt. Het zou beter zijn van niet, daarin heb je gelijk. Maar ze zal snel en goed geholpen worden.
Je moet niet direct het ergste denken, Simon. Goed toch wat me die dokter zegt? Allee, ik kan allemaal veel leren. Goed dat toch? Allee, ga niet meer. Kom op. Mannek is het beste en Lutti het weten, hè, Frank? Ja, ik vind dan nog eens merci, hè. Dat is niks gezien. Allee. Salut. Ja. Dag, dokter. Prettig kerstfeest, zeggen ze dan, hè? Oeh, het was toch een plezante avond? Allee, ja. Tot natuurlijk, ja. Hè? Zou het erg zijn, pa? Jongen, dat kun je zo niet zeggen, hè. Hoe kan onze pa dat nu weten? Ik vraag het toch maar, hè. Ga je het flarken geven, geloof ik, hè? Lacht er nu niet mee, hè, maar voor mij is dat precies gelijk als een bom, hè. Dat is het toevallig ook, eens, Leemke? Ja, maar niet van ons, hè. Miste jij daar een bom, hè? Ik denk daar toch dikwijls aan, ja. Ja, luister. Het is mijn schuld niet, hè, dat de moeder niet meer wil dat mijn vader mijn moeder nog zien. Dat weet ik, oh. Ja. Daarmee dat ik dacht met Florkje, hè, dat... Ja, een moeder hebben we niet meer. Simon die is terug naar de Frank. Misschien dat Florkje, ja, voor ons. Luister, het is waarschijnlijk zojuist met Florkje, hè. Maar ze is er nog, hè. Er is nog altijd niks gebeurd, hè. Waarom heeft iedereen hier zo'n lange tenen? Kun je nu echt niet begrijpen dat dat gevoelig ligt bij Bianca? Na die verkrachting? Ja, zeg, maar moet dat blijven duren? Je gaat me nu toch niet vertellen dat alle vrouwen die dat zelf hebben meegemaakt, dat die gewoon nooit nog een man willen hebben? Ja, het is niet aan ons om daarover te oordelen. Niet aan u, niet aan mij, niet aan niemand niet. Het enige wat we kunnen is haar proberen te helpen. Was het alleen maar door erover te zwijgen, ja? Zeg, je moet niet kwaad worden, hè. Ik probeer je alleen maar duidelijk te maken dat je een stommiteit hebt begaan. En dat je dat zelf moet inzien. Ja, als jij het zegt. Nee, niet als ik het zeg. Ja, oké, ik zal het niet meer doen. Je hebt gelijk, hè? Ik heb me vergist, ja. Kun je me vergeven? Nog verder, denk je. Oké. Ik ben verkeerd geweest, Wimmer. Ja, het was eruit voordat ik het wist. Alsjeblieft. Ik meen het. Ik heb het heel stom gezegd. Zand erover. Geen een tweede keer. Mama, je moet je niet ongerust maken. Bianca, ik ben ongerust. Dat geen enkele jongen die nog iets zegt. Nu niet. Maar wie weet, later. Schatteke, later kan het te laat zijn. Je bent niet op een leeftijd om iemand te leren kennen. Leeftijd. Precies, dat is het enige dat telt. Nee. Je moet dat willen, natuurlijk. Je moet het aankunnen, ik weet dat. En zover ben ik niet. Nog niet. Misschien nooit. Schatke zegt nu toch zoiets niet. Waarom niet? Voor iemand als ik is er toch altijd nog een uitweg. Ah ja? Non-woorden. In de bijters missen zeker. Zou ze iets afweten van die laatste keer? Veronique? Hm? Van wat er daarna gebeurd is. Maar dat kan niet. Ik denk dat er een andere reden is voor haar gedrag. Die is gewoon jaloers. Op mij? Nog meer op Caroline. Ik kan het gewoon niet verdragen dat Caroline te veel in de buurt van haar Werner komt. Ja, dat weet ik. Maar het is haar broer. Ja. En waarom moest dat dan op mij uitwerken? Weet ze er zelf een antwoord op, denk je? Och, schatje, ze is dan wel niet meer ziek. Maar wil dat zeggen dat ze volledig genezen is? Nee, hè? Slaap je maar eens goed. Mama, ik zie u graag.
Loe. Het is 9 uur geweest. Ik moet opstaan. Oei, heb ik je wakker gemaakt? Oh. Zo wil ik nog dikwijls wakker gemaakt worden. Zo. Je hebt vast geslapen, zeg. Ja, het was ook een zware dag gisteren. Hè? Zeg, zwaar. Ja, maar nee, helemaal van Lyon naar hier. Mm. Regen, sneeuw, al die skitoeristen op de baan, dat is zwaar. Mm. Maar hij had toch een prettig einde. Een heel prettig einde. Een heel prettig einde. Zeg, Lou, wanneer gaat je het zeggen aan Veronique? Wie is het? Het is Veronique. Ik wil eens even met u praten, Bianca. Oh, nee, nu toch niet, hè? Ik denk nu niet dat ik het vergeten ben. Hè. Maar allee, ik vind het 's morgens vroeg, zeg. Wanneer, Lou? Zo rap mogelijk. En dat is? Als het moment ervoor is, geef mij een beetje tijd. Lou. Maar gewoon een klein beetje meer tijd. Hè. Een dag of twee, oké? Okay? Vandaag. We zouden toch ook niet willen dat ze het van iemand anders moet horen dat wij terug samen zijn? Nee, tuurlijk niet. Wel dan? Ik zeg dat niet zomaar, Lou. Nee, maar je hebt gelijk. Ik moet er toch door, dus ik kan beter kiezen voor de korte pijn. Vandaag. Zal ik koffie zetten? Niks kunt blijven doen. Je wordt beter wat gaan slapen. Ja, maar ze is even wakker geworden. Enfin, wakker. Maar dat is genoeg. De dokters zeggen dat dat een goed teken is en daarom hebben ze haar in deze kamer gelegd. Ah, oh, gelukkig. En Frank, ja. Dat is een goed teken, hè. Roger, ik heb hem wat kleren meegebracht. Oh, dat is goed, ja. Wat hebben die gasten nog gezegd? Oh, die hebben al een hele tijd staan klappen. Maar ja. Een gewone mens verstaat er niks van. Hè. Het zou iets met hart te maken hebben, als ik het goed verstaan heb. Moe? Moe, hoe hoorde jij mij? Ik ben een kiekete, Simonneke. Dit heb ik al een paar keer geprobeerd. Ik zal eens gewoon horen. Heb je eens dat de dokters u zullen vertellen wat het is? Ze zullen moeten. Ik ben haar zoon. Ach, shit. Wat? Maar we hebben de Luc nog niet verwittigd. Zal ik je dat wel doen? Er staat er wel ergens een telefoon, zeker? Oh, shit, hè. Sorry dat ik hier zo vlug terugsta, maar uw eitje wordt koud. Ja, en uw broodjes mogen ook niet zo lang laten liggen. Dus... Wat is hiervan de bedoeling? Ik wil die stommiteit van gisteren goed maken. Mag ik? Ik heb achteraf ingezien dat ik verkeerd ben geweest. Bianca heeft gelijk, dacht ik. Ik ben nogal onbeleefd geweest om zoiets te zeggen. Na al wat zij heeft meegemaakt. Dus vond ik dat ik iets moest doen. En omdat ik toch niet kon slapen, ben ik maar op tijd opgestaan. Hiervoor. Allee, kom aan. Dat is echt lekker, hè? Het is allemaal vers. Ik ben speciaal naar het dorp gereden om de eerste broodjes te halen. Je vertrouwt me niet. Maar jawel.
Het zou kunnen. Ik kan dat eigenlijk wel begrijpen. Maar alles wat ik heb gedaan. Kijk. Alles oké. Ik knoei niet meer met eten. En jij? Voilà. Niks aan de hand. Overtuigd? Allee, laat het dus maken, hè. Tot straks. Jij ook fruitsap? Graag. Ah, oh, jij zegt mama. Ja, toch geen bezwaar tegenop? Nee, ik vraag het maar, hè. Omdat ik gisteravond ook al het gevoel had dat... Heb je nog lang gepraat? Ja. En niet alleen gepraat. Nee. Allee, hoe gaat het met de berouwvolle minnaar? Hij meent het, mama. Echt. Sorry, Anneke. Maar heb je dat al niet eens eerder van hem gehoord? Hè? Nu is het anders. Want dat was de vorige keer ook. En de keer daarvoor en daarvoor en daarvoor. Het is altijd anders met Lou. Je weet nooit of hij het meent of niet. Ja, Lou de wisselvallige. Lou de onberekenbare, Lou de onvoorspelbare. Hoe jij erover denkt is wel duidelijk. En ik heb geen zin om je van het tegendeel te overtuigen. Uw moeder heeft nogthans gelijk, Anne. In haar plaats zou ik ook zo reageren. Ik zou u ook proberen te waarschuwen. Maar Marianne, je moet geen schrik hebben. Want deze keer heb ik een besluit genomen voor eeuwig en altijd. Ik wil Anne en niemand anders. Ze bleef daar maar over doortrammen. Over hoe fout dat ze wel geweest was en hoe dat ze het weer wou goedmaken. Toen ik niet direct begon te eten, dacht ze dat ik schrik had dat ze weer mee geknoeid had. Nu denk ik niet dat ze zo ver zou gaan om nog eens zo ver te gaan. Denkt u niet? Maar zo vreemd dat ze deed. Ja, en dan moet ik het gisterenavond nog zeggen. Is ze wel helemaal genezen? Misraad en vergif. Och, het heeft ook zijn goede kanten. Hoe? Onze pa zegt dat ook. Stel nu dat ze iets gezien heeft die avond. En ze gaat erover vertellen. Wie gaat haar geloven? Mag je het gelijk? Van al dat wachten en al dat niks doen, daar krijg ik het van. Weet je wat, ik zal wat koffie gaan halen. Daar kijk ik er van op. Roger, krijg jij ook een tasje koffie? Nee. Wacht, ik ga mee. Dan kan ik mijn benen niet uitslangen. En weet je wat, hè, schatje? Als alles voorbij is en als je weer thuis zit, dan ga ik je goed soigneren. En we gaan geen ruzie meer maken, hè. Over futiliteiten en zo. Want je ziet al rap dat er iets gebeurd is. Ik heb het wel gehoord. Florke! Je moet niet altijd hetzelfde zeggen. Florke, mijn schatje. Waar ben ik? Mm-hmm.